Goedenavond iedereen, allemaal hartelijk welkom. Het is een plezier dat er zoveel mensen opgedaagd zijn. Ik vind dat zelfs heel moedig, want ik weet niet dat u gerealiseerd hebt. We zijn vandaag vrijdag in de 1307, de Franse koning heeft de tempeliers overal gevangen. Grote reet en vandaag ongeluksdag, vrijdag 13. Goed, maar daar gaan we het niet over hebben vandaag. Vandaag hebben we het over de maan, Luna. En wat gaan we doen? We gaan gedurende een uurtje zo, is alle aspecten aflopen van die maan. Want die maan, die hemellichaam, heeft de mensen altijd geïmponeerd. En we vinden de maan in bijna alle facetten van ons leven terug. En dat gaan we vanavond eens doen. We gaan al die facetten zo eens doorlopen. En eens zien waar de maan eigenlijk een rol speelt en wat de maan allemaal doet. En het eerste facet waar we mee gaan beginnen is uiteraard, hoe is die maan er gekomen? We zien die er allemaal wel hangen, we zien die bewegen, maar hoe is die er in godsnaam gekomen? We moeten ongeveer 4,5 miljard jaar teruggaan. Als we 4,5 miljard jaar teruggaan, dan krijgen we het ontstaan van ons zonnestelsel, het ontstaan van onze aarde. En in het begin is die aarde een bol glooiend magma. Van al die brokstukken die daar tegeneen vliegen, die gieten warmt op, dat wordt een glooiende bol magma. En die begint stilletjes aan te stollen, aan de buitenkant. Er komt een korstje op, dat koelt af. En dan, een half miljard jaar later, gebeurt er een grote ramp. Want die aarde draait er rustig rond, de aardas, die draait rustig rond de zon. Maar wat gebeurt er? We krijgen een inslag van een enorm groot hemellichaam, de grootte van Mars. We noemen dat hemellichaam Theia, om dat een naam te geven. Dat komt aangevlogen met een gigantische snelheid, botst op die aarde. Wat gebeurt er? Die aarde scheurt open, die jonge aarde. Al dat magma spuit eruit. Ook Theia zelfs scheurt volledig open. De twee vloeien in elkaar, maar door die impact zijn er een aantal dingen die gaan gebeuren. Het eerste wat er gebeurt, is dat die twee versmelten. Die hun kernen versmelten, zal al twee in een ijzerkern die versmelten. Het tweede wat er gebeurt, is door die hevige impact spuit een hele hoop debris de lucht in. En dat zet zich rond de aarde. Een hele hoop afval, debris, brokstukken, allemaal van die explosie, van die impact. De derde ding dat er gebeurt, door die slag gaat de aarde knikken. En ze staat nu nog altijd 23 graden uit het centrum. Hè? Want als hier de zon is, de aarde draait niet zo rond. De aarde draait zo rond. En gaat zo rond de zon. Dus de Noord-Zuidas wordt getild 23 graden. Een serieuze impact geweest. En dan gebeurt er nog iets. Door die impact gaat de aarde sneller draaien. En dat is dus Theia. Dus 4 miljard jaar geleden hebben we Theia dat eraan komt. Voilà, dat gebeurt er. Een gigantische meteoorinslag. Je zou dat een meteoor kunnen noemen, maar het was een hemellichaam, zo groot als Mars. Dat gebeurt. Daarom hebben aarde en maan min of meer dezelfde samenstelling, chemische samenstelling. Omdat die twee elkaar mengen. En alleen is er een beetje minder ijzer in de maan. En hoe komt dat? Dat komt hierdoor. Dus gaat die aarde met midden een ijzerkern, gaat Theia met een ijzerkern, die botsen op elkaar, die scheuren elkaar gewoon kapot. Die ijzerkern vliegt naar binnen, de rest van die debris breekt af en voilà, die ijzerkernen smelten. Vandaar dat de aarde tamelijk rijk is aan een ijzerkern, de grote ijzerkern heeft, en de maan eigenlijk maar een kleine. In die debris zat nog ijzer. Die debris, wat gaat er dan verder mee gebeuren? Die gesmolten resten, die er zo ronddraaien, die klonteren ook tegen elkaar. En die vormen wat we nu de maan als de maan kennen. De maan koelt langzaam af. Hè? We zitten op 4 miljard jaar terug. En ja, die bol magma eigenlijk dat de maan is en dat de aarde terug geworden is, die koelen langzaam af, vormen allebei een korstje terug. Koelen af aan de buitenkant. En dan krijgen we weer een ramp. Weer een ramp, dat is dan 3,5 miljard jaar geleden, krijgen we wat we noemen het grote bombardement. Het grote bombardement, dat heeft te maken met de plaats van die gigantische Jupiter die aan het opschuift, die stuurt al die kometen met de duizenden
naar het centrum van het zonnestelsel. We worden gebombardeerd, zowel de aarde als de maan worden gebombardeerd met een hele hoop brokstukken die van de planetoïde gordel komen. En wat krijgen we? We krijgen een hele hoop kraters, zowel op de aarde als op de maan. Dus het oerbombardement. We krijgen kraters inslagen. Die inslagen, die oude inslagen van 3 miljard jaar geleden, die zie je nog op de maan. Op de aarde zie je die bijna niet meer, om de heel eenvoudige reden dat wij erosie hebben op de aarde. Dat water stroomt erop, dat vriest, dat kraakt, er komen planten op, de mensen bevloeien daar, graven dat af, er gebeurt van alles mee. Wij vlakken terug onze aarde af en we zien niet veel kraters. Op de maan zijn die blijven bestaan. Om de heel eenvoudige reden dat de maan, en daar kom ik nu toe, haar een atmosfeer verliest. Want oorspronkelijk, die brokstukken van dat groot bombardement brengen niet alleen kraters teweeg. Die brengen ook water mee. Ah ja, waar zou ons water anders vandaan komen? We zijn ontstaan uit een gloeiende bol magma van 3000 graden. Als daar water in had gezeten, dat is verdampt. Dus op de eerste korst is geen water op de aarde. Maar door dat bombardement, dat zijn ijsblokken en rotsblokken, komt al het water dat we nu hebben in onze oceanen, komt uit het heelal. Komt daar met het grote bombardement binnen. Niet alleen hier, ook op de maan. Alleen, de maan die is relatief klein, heeft weinig zwaartekracht. En die, ja, de water gaat verdampen en die kan haar water niet tegenhouden. En dus vandaar dat de maan geen atmosfeer, of zo goed als geen atmosfeer heeft. En ze al haar water is kwijtgespreid. Voilà, ze verliest de watergassen. De aarde, gelukkig, was van die grootte dat zij de water heeft kunnen bijhouden. En daarom hebben wij water op onze planeet en zijn wij de blauwe planeet geworden. Goed, als we dat weten, geen erosie, kraters blijven waard, hè, heb ik verteld. En dan ruimteverwering, wat gebeurt er dan? Goed, dat oppervlak van de maan, dat staat bloot aan enorme stralingen. UV-straling, zonnewind, noem maar op. En dat gaat vergruizen, verbrokkelen, verweren. De maan, doordat geen atmosfeer heeft, wordt heel heet overdag als naar de zon staat, heel koud als van de zon missen. Dus die geweldige temperatuurschokken, die doen die eigenlijk dat buitenste gedeelte van die maankorst totaal verweren. Die maken dat kapot, die brokkelen dat. Vandaar dat je een beetje stof krijgt. Dat noemen ze regoliet. Regoliet. Nu, dat regoliet, dat ziet er een beetje uit zoals zand. Maar het is wel totaal verschillend van zand. En dat was een grote verrassing in 1969 als ze op de maan landden. Want ze dachten inderdaad dat dat zand was, zoals op de aarde. Wat is het verschil? Wel, op de maan, hebben we juist gezien, heb je geen verwering. Je hebt geen erosie, enzovoort. Op aarde wel. Dus dat je hier steenlagen verbrokkelt en verbrijzelt, dan beginnen die over elkaar te rollen enzo. En zand is eigenlijk, dat zijn sferetjes, dat zijn klein sferetjes. Door die erosie, door dat over en weer gaan, dat zijn klein sferetjes. Dat reguliert niet. Er is geen erosie, er is geen wind, er is eigenlijk niets. En dat blijven heel puntige dingetjes. Dat zijn heel kleine zandkorreltjes door het constant breken van, onder invloed van die straling. Dat zijn heel fijn puntige dingetjes. Nu zand, als je daar een schubje in steekt, dan wijkt dat zand uit. En waarom wijkt dat zand uit? Omdat dat bolletjes zijn. Die bolletjes rollen over elkaar en die kunnen weggaan naar links, naar rechts. En je kunt jij met je schubje gemakkelijk in de grond steken. Omdat die zandkorreltjes rond, min of meer rond zijn. Ja, de maan lag ook stof, dus okay, als onze maanlander in 69 landt, dan zetten we leerken aan die maanlander. He, ze moeten eruit en gaan wandelen. Die gaat in dat stof pakweg een halve meter, een meter diep zakken, dan komt dat leerken juist tot op de grond en dan kunnen ze netjes afstappen. Niks van. Die maanlander landt, die gaat absoluut niet in die grond. Waarom niet? Die reguliert met al die scherpe punten. Als je daarop drukt, die scherpe punten blokkeren, die zetten zich sloot. Je kunt daar dus bijna moeilijk met een scheppetje diep in het zand steken. Veel minder diep dan in zand. En dus die maanlander zakt nu weg. En dat maakt dat onze Neil Armstrong daar op zijn trappetje stond. En ja, een meter lager was die grond en die is moeten springen.
En het eerste wat hem doet, is proberen of dat hem er terug op geraakt. Je ziet dat gewoon in het filmpje. Hij gaat eerst proberen of dat hem er terug op geraakt, want dan moet terug zijn capsule in, om terug naar de aarde te komen. Hij was er absoluut niet gerust in. Dus gaat hem eerst eens proberen of dat hem op dat trapje kan springen. Bovendien, dat vlaggetje op de maan. Ja, ze dachten, we nemen een stok, we planten die stok. Ja, Sam, dat vlaggetje. Die stok ging niet de grond in. Je moet zien wat die mannen allemaal voor cumulees moeten uithalen om die stok een beetje vast in de grond te krijgen om dat vlaggetje aan te trekken. Dus dat is regoliet, hè? Ruimteverwering vormt regoliet. En tot 3 miljard jaar geleden hadden wij vulkanisme. Vulkanisme, ah ja, dat is een bol magma, er komt een korstje op, ja, dat scheurt en dat barst wat, ja, dat magma spuit eruit. Dat is vulkanisme. Dat hadden we op de maan. Nu, we zullen zoiets zien. Af en toe, door dat vulkanisme, dat magma loopt eruit, dat vult al die dalen. Met basalt vult dat al die dalen. Maar dat stopt. En dat is vooral aan de kant naar de aarde toegekeerd. Waarom? Door de aantrekkingskracht van de aarde stolt dat magma minder snel langs de kant van de aarde. Dat magma wordt aangetrokken. De achterkant wordt minder aangetrokken en daar is de korst van de maan dikker. En heb je dus veel minder vulkanisme, omdat die korst dikker is. Vandaar dat we straks, zoals we iets zien, de maan is vooral aantreffen aan de kant naar de aarde toe. En de achterkant is bijna geen vulkanisme geweest. Er zijn maar twee kleine zeetjes. Dat is de reden daarvoor, die aantrekkingskracht van de aarde enzovoort. Maar nu is de maan dus eigenlijk, laat ons zeggen, geologisch dood van buiten. Van binnen nog magma, maar het is een korst van 50 kilometer. Dat is geweldig dik. Kans op vulkaan en scheuren is bijna uitgesloten. Af en toe nog Swiss rillen die schuiven, maar heel weinig. De aardkorst echter, die is maar 15 kilometer. Hè? Ik weet niet of dat je dat weet, maar de aarde, je zit op een bol, glooiend magma, hè? Er was bij stilgestaan, van 3000 graden. Hè? En er is een heel fijn pelletje rond, van amper 15 kilometer. En ja, kun je dat vergelijken met een perzik? Je pakt een perzik, heel dat middelste is glooiend magma. Hè? En de huid van die perzik, dat is de aardkorst. Daar loopt gewoon op. Dus wij zitten nog met een dun korstje. De maan is, omdat ze kleiner is, sneller afgekoeld, heeft al een dikke korst. Nu, zo'n mare, dus wat gebeurt er? Je hebt zo'n vulkanische een scheur of een barst in dat maanoppervlak. Dat magma loopt eruit. En dat is basalt nu. Dat is basalt, die samenstelling. Dat loopt eruit en dat loopt over al die kraters over, voor een zeker gedeelte. En dan sluit die kloof zich terug. Hè, en dan heb je een basaltlaag. Dat ziet er anders uit. Je kunt die basaltlagen zien met het blote oog eigenlijk op de maan. Dat zijn die donkere spotjes. Dat zijn die donkere vlekjes die je ziet. Hè. We noemen dat mares of zeeën, omdat de Romeinen dachten dat dat zeeën waren. Ze noemden dat mare. Hè. Denk aan het Romeinse Mare Nostrum, de Nederlandse zeeën. Onze zeeën zijn die mannen. Terecht. En dus mares. En we noemen dat nog altijd mares. Maar dat zijn die basaltlagen. En die zien er anders uit. Waarom zien die nu donkerder dan dat ander? Waarom zijn die donkere vlekken daar? Omdat basalt een andere samenstelling heeft dan dat regoliet. Dat regoliet reflecteert het licht beter dan die een basalt. En daarom heb je helder witte plekken van de maan en je hebt donkere plekken van de maan. Het albast en het basalt en het regoliet. Hè? Dat zijn de twee dingen. Dat noemen ze albedo, reflectie, albedo. Goed, dat zijn de mares. Voilà, zo ziet de maan eruit langs onze kant gezien. Hè? Want ze biedt kom ik op de rotaties van de maan. Dat is de maan van onze kant gezien. En dat is de maan van de achterkant gezien. Zie je dat? Zie eens hoeveel mares dat je hier hebt, aan de voorkant. Zie eens, van achter maar twee. Hè? En ja, die een die heet dan de Mare Moscoviense. Ja, waarom? Ja, de Russen waren eerst mee in de Luna aan de achterkant en die zeggen, die noemen we de Moskouzee. Ja, oké, goed, Moskouzee. Dus Moskouzee. Klopt, maar voor de rest bijna niks. Hè? Omdat daar de korst dikker was van in het begin. Goed, 50 kilometer heb ik gezegd, bijna geen vulkanisme. Dat is de evolutie van de maan, heel in het kort. Nu zien we daar precies zo'n appelsien, hè, met hier het hartje van de appelsien. Zo, hè. Dat is een grote Tycho-krater. Je ziet die in het best, zoals vannacht nu, bij volle maan, zie je die het best.
Als de maan in sikkel staat, dan zie je hem niet zo gemakkelijk. Maar hier zie je hem heel duidelijk als er volle maan is, met volle licht daarop van de zon. Zie je hem heel mooi. Dat is een hele grote. Je moet rekenen, die cirkel heeft een diameter van die krater van 85 kilometer. Dat is de helft van België, hè? 85 kilometer. Zo breed is die. Die randen, die zijn 5000 meter hoog. Dat is de helft van de Himalaya. Dat is niet niks. En je ziet heel mooi, en ik hoop dat het straks een beetje open trekt, dat je op de toren kunt kijken. Je ziet heel mooi die uitstraling, die strepen. Dat is uitgeworpen materiaal. Van die inslag van die krater vliegt dat ding weg. Die strepen die gaan 1000 kilometer ver. Dat is van hier naar Spanje. De totale maan pakweg een goeie 3500 kilometer. Van hier tot hier is ongeveer 3500 kilometer. Doormeter. Op de cirkel zal het dan iets langer zijn, maar dat geeft u een idee van de grootte en de afmetingen van de maan. Nu, die Tycho-krater is een van de jongeren. Hij is maar 100 miljoen jaar oud. Ja, astronomen doen dat jongeren. Omdat de meeste anderen zijn van 3 miljard jaar geleden. De meeste anderen. Goed, dat was de evolutie van de maan. Nu kom ik terug tot onze aarde eigenlijk. En nu gaan we de relatie eens bekijken van de draaiingen van die twee hemellichamen. Ik begin met de prille aarde, het moment dat het nog magma is. Het is nog een gloeiende bol magma, 4,5 miljard jaar geleden. En die draait eigenlijk traag, die bol. Die doet er in één toerke 10 dagen over. Dus één toerke, aan de kant van de zon gezien, weg. En volledig rond terug tot middag, duurt 10 dagen op dat moment. We zitten 4,5 miljard jaar terug in de tijd en we hebben die situatie. Wat gebeurt er dan? Dan krijgen we een Thea die een atroop vliegt. En we krijgen de vorming van de maan. Voilà. Maan is een glooiende bol, aarde is terug een glooiende bol magma. En dan heb ik u gezegd, begint die aarde sneller te draaien. Op dat moment draait de aarde op 6 uur rond. Dus één dag duurde maar 6 uur. Dus vanmiddag, avond, middernacht, morgen, terug, was 6 uur. Om de 6 uur tolde die rond. Door die geweldige impact, door die geweldige slag, begint die rond te tollen. 6 uur. De maan vormt zich dan, door die debris, door die afval, klontert dat samen. En de maan staat op dat moment op een goede 200.000 kilometer van de aarde. Zo ziet dat eruit. Dan, hoe zitten we nu? Wel, de aarde begint, en ik zal ze niet uitleggen waarom, trager en trager te draaien. En we krijgen het water erop, worden de blauwe planeet. En de maan koelt ook af, vormt ook een korst en ziet er zilverwit uit. En verwijdert zich. Ik zal ook ze niet uitleggen waarom. En dat is de situatie van vandaag. Vandaag, dus nul tijd terug in het verleden, doet de aarde daar een turken over van 24 uur. Hè? En de maan die staat ondertussen op ongeveer een goeie 300.000 kilometer van de aarde. Wat gaat er verder gebeuren? Wel, wat er verder gaat gebeuren, als ik nu 4 miljard jaar in de toekomst kijk, binnen 4 miljard jaar, ja, wat gaat er ons zon geven dan op? Ons zon geeft het op, die had op zowel een rode reus, die neemt Mercurius, die neemt Venus en die gaat vanaf tot de aarde komen. De aarde gaat dus terug een glooiende bol magma worden. Ook de maan gaat terug zo opwarmen dat alle rotsen smelten. En je krijgt dus die situatie. Ondertussen is de maan verder van de aarde gegaan en ondertussen draait die aarde heel traag. Namelijk, dan gaat ze er een maand over doen. We zitten nu aan 24 uur. Dan gaat zo één toerke binnen 4 miljard jaar. Tegen het einde van het zonnestelsel gaat dat een maand duren. Dus met andere woorden, als je 's morgens naar je werk vertrekt, dan zeg je schat, tot vanavond. En je komt na een maand terug thuis. Ik vind ook dat de vakbonden zich daar eens moeten over bezinnen. Hè? Want wat gaan ze doen met hun 8-urendag? Ik bedoel, dat is wel een probleem. Dat is wel een probleem, maar dat lossen ze maar op. Maar dat gebeurt. Dat is eigenlijk de hele evolutie van de draaiing van de aarde waar we nu in zitten. Goed, kraters en
Ja, Maria, dat heeft niks met Marie te maken. Hè. Maria is het meervoud van Mare. Het zijn dus kraters en zee. Ik ga nu uw weg leren vinden op de maan. Ik zal vertellen hoe dat ik mijn weg vind op de maan. Dat is eigenlijk heel gemakkelijk. Als je weet hoe dat je moet aan beginnen, dan gaat dat heel duidelijk zijn. En je moet dat maar eens doen. Als je straks naar een toren zou gaan en je ziet naar de maan, dan moet je maar eens je parcours afleggen en je kunt zo van twee plaatsen naar standen. En ik begin altijd bij de Mare Crisium. Mare Crisium is heel gemakkelijk te herkennen. Dat is gewoon rond zwart vlekje aan de rechterbovenkant. Je kunt niet missen. Je ziet dat met het blote oog al. Je hebt zelfs geen verrekijker nodig. Je ziet dat Mare Crisium heel mooi als een rond vlekje daar. Trouwens, het is daarom ook dat ze op Mares altijd gaan landen natuurlijk. Ah ja, dan heb je veel kans dat je een vlak platform hebt hè, voor op te landen. Als je op zo'n krater komt, ja, valt uw raket ongeveer. Dus men gaat altijd landen op Mares. En na de Mare Crisium, als je die gevonden hebt, die heel gemakkelijk is, daaronder heb je er drie grote, die liggen zo op een lijntje. Je kunt die ook niet missen. Die liggen op een lijntje en dat is de Mare Serenitatis, de Mare Tranquillitatis en de Mare Fecunditatis. En het is op die middelste, de Tranquillitatis, op de Zee der Stilte, dat ze in 69 geland zijn. Daar staat dat vlaggetje. Je moet straks, als je boven bent, maar eens vragen aan de koen dat hem erop inzoomt dat je dat vlaggetje ziet. Ja. Doe dat eens, mensen zal content zijn. Ja, van uw collega's moet het hebben. Hè. Maar in ieder geval, dat zijn de eerste Mare's. Hè? De Mare Crisium te beginnen. En dan hebben we nog een heel kleintje daar, de Nectaris, dat is nog niet zo belangrijk. En dan hebben we de rechterkant gehad. Dan gaan we stilkens naar de andere kant. En de eerste grote is de Mare Imbrium. Je kunt ook niet missen, dat is een grote, ronde, zwarte vlek. Je kunt niet missen. En die is netjes afgebakend, die Mare Imbrium, door een bergketen, die je heel mooi ziet. En die bergketen, hier eet hij de Alpen en hier eet hij de Appenijnen. Ze hebben hier dus ook allemaal namen gegeven die ons een beetje vertrouwd voorkomen. Dus ziet je heel mooi liggen. En dan onder Imbrium heb je de grote zee, wat ze eigenlijk al een oceaan noemen, Oceanus Procellarum. Dat is die een hele grote. Je kunt ook niet missen. En dan heb je nog ja, drie kleintjes eronder, Cognitum, Humorum en Nubium. En dan zijn ze rond. Voilà. Dan hebben we ons turken over de maan gedaan van de Mares. En zo kun je die vlekken dan herkennen. Het tweede ding dat je goed kunt zien, zijn de kraters. En dat is ook niet moeilijk. Als we van boven beginnen, ten eerste grote. En die kraters van boven naar beneden, die volgen min of meer een chronologische naamgeving. Je gaat dat zien. Je hebt eerst Plato. Dat is die grote daar van boven. En wie was de leerling van Plato? Dat was Aristoteles. Die staat daar neffen, ook heel logisch. En dan heb je Aristarchus, dat is ook een grote, ziet je ook. Aristarchus is de Griekse filosoof, wetenschapper, die eigenlijk begint met afstanden tussen zon, maan en aarde te bepalen. En die komt tot de conclusie dat de zon in het centrum moest staan. Is er niet in dank afgenomen, maar dat is de eerste die dat echt op wetenschappelijke gronden, op meetgronden, begint te overwegen om de zon in het midden te zetten. Voor de rest gaat dat nog 1600 jaar duren, eer dat ander dat ook doet. Maar hij was daar al toen mee bezig. Aristarchus. En dan de grote Archimedes, mag ook niet ontbreken. Die zit heel mooi daar, ziet je ook heel mooi zitten. En dan beginnen we aan de modernen, dat is de Copernicus, die grote witte. En een Tycho Brahe, de onderste. En dan hebben we de grote kraterschat. Er zijn natuurlijk heel veel kraters. Hè. Je hebt er over de 300 met een naam en zo. Maar daar, als je die ziet je heel mooi. Zelfs met een klein telescoop of een verrekijker kun je die dan heel mooi zien. En zo vinden we weg op de maan. Kijken naar de maan. Je moet eens goed opletten. Eerst even over nadenken. De afstand naar de maan, ongeveer 300.000 kilometer. We moeten weten, als jij kijkt naar de maan, dan vangt jij dus licht op in je oog. Nu licht. Dat is een golf. Er zijn er die zeggen dat het een deeltje is, maar daar begin ik nu niet over. Maar neem nu even aan dat dat een golf is. Dat is een golf. Dat is de grootste snelheid in ons universum, sedert Einstein, weten we dat. Maar wel eindig. De snelheid, voor zij die van getallen houden, is 300.000 kilometer per seconde. Dus 300.000, 300.000,
300.000. Zo snel gaat het licht. Macht is eindig. Nu, de maan staat toch wel juist op 300.000 kilometer, zeker. Met andere woorden, als dat licht van de maan vertrekt, dan doet dat er een seconde over vooraleer dat dat bij u in uw oog valt. Met andere woorden, gaan we zien nooit de maan zoals ze is. U ziet de maan zoals ze was, 1 seconde geleden. Kan niet anders. Nu, de zon is 80 minuten, de meeste sterren zijn lichtjaren, duizenden lichtjaren, honderdduizenden lichtjaren, miljoenen lichtjaren. Maar de maan, 1 seconde. Dus lichtsnelheid 300.000 km per seconde, dus het licht doet er ongeveer 1 seconde over. Of vanaf dat vertrekt op de maan, natuurlijk het zonlicht dat weer kaatst, hè. Ik bedoel, de maan spuurt geen zelfgelicht uit, maar, dat is... maar vanaf dat op de maan vertrekt, vanaf dat dat beeld van de maan afkomt naar uw oog, doet dat er 1 seconde over. Veel mensen vragen altijd, oh ja, maar ik heb de maan gisteren gezien en die was groot gisteren, die was groot gisteren. De maan is altijd even groot natuurlijk. Hè. Waarom zien we dan de maan soms groter dan anders, schijnbaar? Wel, dat heeft te maken met het feit van onze hersenen. Die maan is natuurlijk even groot. Maar als we een maan zien aan de horizon, of heel laag, dan ziet uw oog daar altijd iets anders bij. Dan ziet dat een kerktoren, een boom, een brug, weet ik wat. En uw hersenen weten heel goed hoe groot dat een kerktoren is en hoe groot dat een brug is, enzovoort. En die zien dan die maan er nog ver achter staan. En die blazen die maan op. Als jij naar boven kijkt, heb jij geen enkel referentiepunt. Je ziet er gewoon een wit bolletje. En dat wit bolletje is een wit bolletje. Dus datzelfde wit bolletje, als je dat daar ziet, wordt plots door uw hersenen vergroot. En dat krijg je dus, hè, dat effect, zonder referentiepunten, als je naar boven kijkt, dan zie je, en er zijn psychologen die daar oneindig veel testen hebben over gedaan en boeken hebben over geschreven, maar dat is eigenlijk hun conclusie. Het is gewoon de hersenen die u dat vergroten. En om u een idee te geven, ik heb hier zo eens een foto genomen van een maan, hè, met zo'n lange pier zo, en je ziet die maan tamelijk groot. En ik heb datzelfde bolletje eens van boven gezet. Dat is even groot, hè, dat bolletje. Maar het lijkt een beetje kleiner. En toch is het even groot, want ik heb dat op de millimeter na erop geplakt en dan naar de bolletje gezet. Goed, dat is ook zo'n fenivert, hè, dan weet je dat ook voor het voetbal. En hier heb ik nu eens, want ik kan nog een aantal tekeningen tonen, zo schetsjes. Maar dat is nu de reële afstand. Hè. Dat is de aarde hier en dat is de maan hier. Zie je? In correcte verhoudingen en op een correcte afstand. Dus je ziet, dat is ongeveer 100 keer de diameter van de maan. Dat zal belangrijk zijn om straks maansverduisteringen en zonsverduisteringen uit te leggen. Want als dat maar gewoon een klein beetje schuin staat, wop, dan zie je dat die maan voor het grootste gedeelte, als dat staat schuin, dat staat 5 graden schuin, dat die maan nooit in de schaduw van de aarde komt. Alleen die maan die beweegt zo. Alleen als ze hier ergens is, juist, dat moment kan zij kunnen maansverduistering zien. Maar meestal zouden dat niet zien. Anders zouden elke maand een maansverduistering en een zonsverduistering moeten hebben, want elke maand doet hij een turken rond. Elke maand komt hij ergens tussen de aarde en de zon staan, en elke maand staat hij ergens achter de aarde. Maar omdat dat vlak geïnclineerd is, staat ze gewoonlijk ofwel aan de onderkant, ofwel boven de schaduw. Zie je? En hebben dus niet om de maand een maansverduistering en een zonsverduistering. Door die grote afstand. Nu een beetje over de bewegingen van de maan zelf. Want de maan doet vele bewegingen. We gaan ze even aflopen. Hè. De eerste is de beweging rond de aarde. Van Kepler uit weten we dat al die banen, whatever, in het heelal elliptisch zijn. De excentriciteit, dat is eigenlijk hoe elliptisch ze zijn, is relatief toch wel groot voor de maan. Ik heb het een beetje overdreven, hè? Overdreven getekend, maar het is zo ongeveer. Dus er komen, en de afstanden heb ik er ook bij gegeven, het perigeum, peri, dichtbij, gea, de aarde, dichtbij de aarde, apogeum, apo, ver van de aarde. Dus dichtbij komt ze op 350, ver weg 406. En dan zeggen mensen, zie het wel dat ik ze groter gezien heb? Ze? Dan zal ze dichter gestaan. Dat is inderdaad juist. En je kunt dat meten. Zien, dat is wat anders. Ik heb hier nu het effect uitgezet van de maan absoluut in het perigeum en absoluut in het apogeum. Gewoonlijk staat ze er ergens tussen. Dat is tussen dat.
moet pakken, er gaat een half jaar tussen eer dat ze van hier, eer dat je ze van hier naar daar ziet. Want de zon staat hier, hier is dan nacht, hè, dan draait dat rond en dan zie je, is het nacht bij de ander. Zie je het hier. Als jij je na een half jaar nog kunt herinneren dat dat wat groter is dan dat, chapeau. Maar je kunt het dus wel meten. Hè. Dat is de reden waarom dat ze lichtjes meetbaar, als je heel correct meet, analytisch wetenschappelijk meet, dat je kunt meten dat ze af en toe wat groter en af en toe wat kleiner is. Het baanvlak van de maan maakt 5 graden met de ecliptica, of het baanvlak tussen de zon en de aarde. Wat maakt dat de maan dus altijd duikt onder dat vlak of boven dat vlak? En daarom hebben we niet elke maand een maansverduistering en een zonsverduistering. Voilà, hier is de maanbaan, dat is het ecliptica vlak, dat is het vlak tussen de aarde en de zon. Hè. Dat is dat vlak. Nu, die ellips zelf, die draait dan nog eens rond ook. Dus om de 8,5 jaar draait die eclips. Ik heb er tegen niks van dacht ik, voilà. Die eclips die draait eigenlijk zo rond. En na 8 jaar staat die terug op haar plaats. Dus een heel complexe beweging. Dus theoretisch zou je 2 maal per jaar, namelijk wanneer dat die banen elkaar snijden, hier, op dat moment staan ze wel in elkaars verlengde. En dan zou je hier en hier een zonsverduistering en een maansverduistering moeten hebben. Nu is dat niet zo. Waarom? Kijk, dat is de maan, hè? Het vlak van de maan. Dat is het vlak van de zon en de aarde, het ecliptica vlak. Die maan cirkelt rond de aarde, maar een beetje schuin. En hier ziet u, de zon geeft een schaduw van de aarde, maar de maan staat eronder. Dus de maan kan nooit een stukje van de zon verduisteren. Je kunt nooit een zonsverduistering krijgen hier. Hè? Ze staat veel te laag. Maar als de aarde hier staat, als de maan dan juist toevallig op haar baan hier staat, zelfs een knal tussen, en dan kan het wel, dan kun jij een zonsverduistering hebben. Hier ook. Zie je? Als ze aan de andere kant staan, als ze hier staan, kun jij een maansverduistering hebben. Nu moet het dan lukken dat als ze een tour doen, dat ze juist hier op dat punt of op dat punt staan. Dus je hebt niet elk jaar 2 keren een maans- en een zonsverduistering. Maar het moet dan nog een beetje lukken. En soms zit het dan een halve, hè? Dat is de reden daarvan. Maar volledige zijn dus wel relatief uniek. En dat is de reden daarvan. Dat is die 5% die eclipseert. Nu gaan we eens eventjes de schijngestalte nemen. Hè? Dus dat we hier de zon hebben en we hebben de aarde, hè? Dat is het belichte deel. Hier is dag, hier is nacht. Ja, overdag zien we niks. Hè? Dus we weten nu dat die maan meestal eronder of erboven staat, boven dat vlak, zodat ze niet voor de zon staan. Dus we zien niks. De zon overschijnt gewoon alles. Hier beginnen we eigenlijk al de maan wel te zien. We beginnen de belichte kant van de maan te zien. Dan, als de maan hier staat, staan ze ook weer boven of onder dat vlak en we zien ze vol. Dat is de situatie van vandaag ongeveer. Je zal straks zien, het is zo goed als volle maan. Dus dat ongeveer. Dan draait ze naar hier, dan zien we die kant, laatste kwartier noemen we dat, en dan hebben we terug nieuwe maan. En zo gaat dat ding rond. Ja, de maan draait dus anti-clockwise, hè? Dus tegen het uurwerk. Zoals alles in ons zonnestelsel. Alles in ons zonnestelsel draait anti-clockwise. Een kleine uitzondering. We hebben maar 1 hemellichaam dat een beetje contrair doet en 1 vrouwelijk hemellichaam. Venus. Venus draait een beetje met de klok mee, als enige. Hoe komt dat? Venus bij haar ontstaan heeft uiteraard ook anti-clockwise gedraaid, maar hetzelfde als de aarde. Die heeft een goeie tik gekregen en iets dat zo draait, als je dan een tik geeft en dat kantelt, dan draait dat zo. En daarom draait Venus nu een beetje anders. Dat is een zuiver toeval dat die Venus heeft. Maar een grapje, want zeg maar, je moet een beetje oppassen, hè? Hashtag niet toe en zo. Schijngestalte van de maan. Schijngestalte van de maan. Dubbelreflectie. Ook iets zeer interessants, dat je dat weet, moet maar eens goed kijken. De volledige cirkelvorm is meestal zwak te zien. Hij is vooral mooi te zien als het juist na lege maan of juist na lege maan is. Als je zo een klein cirkeltje krijgt, hè? Of juist voor lege maan, dan kun je hem ook zien.
dan zie je eigenlijk de volledige cirkel in het grijs. Dat kun je natuurlijk vandaag niet zien, maar binnen 14 dagen wel. En hoe komt dat? Dat komt heel eenvoudig door dubbelreflectie. Dus de zon staat hier, schijnt normaal op de maan, dat licht wordt gereflecteerd en je ziet dus eigenlijk een stikkeltje of een halve maan of het laatste kwartier of zo zie je dat. Maar er is ook licht dat op de aarde schijnt. De aarde reflecteert ook, zoals elk hemellicht. Die schijnt op de maan en dat licht schijnt terug. En je ziet heel zwak, ziet jij die grijze kant van de maan. Heel mooi om te zien, maar je moet er wel op letten. Moet maar eens kijken, binnen 14 dagen komen we maar eens terug naar de Urania. Dan stel er weer eens en dan kijk je maar eens in de toren. Heel mooi te zien. Zelfs met blote ogen. Rotatie. Wel, de eigen rotatie is 29 dagen. Synodische dagen noemen we dat. Maar de rotatie, ik ga nu niet tussen synodische en siderische dagen beginnen, maar het is een gebonden rotatie. Dat is wel belangrijk. Hier ziet je dus de aarde en de maan er rond. En je ziet daar een manneke op staan, dat blijft staan. En je ziet dat dat manneke gewoon meedraait. Je zou kunnen zeggen, veel mensen denken, ah, de maan draait niet. He, want dus je kijkt altijd met dezelfde kant naar de aarde. De maan draait wel. Want in die Turken is de maan dus ook een keer gedraaid. Dus ze draait eigenlijk in, op haar das in, ook in 29 dagen. Omdat ze juist een Turken maakt in 29 dagen, draait ze rond haar das ook in 29 dagen. Moest ze niet draaien, dat manneke staat hier met zijn kop naar de aarde. Moest ze niet draaien, stond dat manneke hier beneden, stond dat manneke hier beneden, stond dat manneke hier beneden en hier terug beneden. Maar ze draait dus volledig rond haar as. Hoe komt dat? Wel, vroeger draaide ze veel sneller. In het begin, bij de formatie van de maan, draaide ze eigenlijk veel sneller. Hoe is ze dan beginnen vertragen? Wel, dat is de getijdenwerking van de aarde op de maan. Wat is die getijdenwerking? Wel, dat zit hem zo. De aarde trekt aan de maan. De maan, elk hemellichaam, is een beetje flexibel. En wat gaat er gebeuren? Je krijgt zo'n beetje een uitstulping. Overdreven natuurlijk, een uitstulping langs hier en een uitstulping langs daar. Ik ga er straks op terugkomen als we de omgekeerde kant zien, wat er op de aarde gebeurt. Maar de maan stulpt een beetje uit. Nu, als de maan rap draait, ze draait rap, ja, eer dat die uitstulping er is, is die al hier. En de aarde trekt naar daar. Dus door die uitstulping wringt dat tegen, tegen dat snel draaien. En wanneer stopt dat? Als ze niet meer, als die uitstulping blijft staan, met andere woorden, als ze gelokt is naar de aarde en gewoon meedraait met de aarde, heeft ze geen tegenwringkracht niet meer en draait ze gewoon mee. En zo is over de miljarden jaren de maan in gelokte toestand, in gesloten toestand, eigenlijk beginnen draaien. Liberaties, nog zo'n beweging. Heel interessant, de maan staat dus een beetje schuin met haar as ten opzichte van de aarde. 6 graden ongeveer. Wat dat maakt, als je van de aarde naar hier kijkt, dan zie je eigenlijk een beetje de onderkant. Hè? Want die staat schuin, zie je een klein beetje de onderkant. Kijk je naar daar, als ze rondgedraaid is hier, dan zie je een beetje over haar kop. Hè? Ze staat zo'n beetje schuin en kijkt er zo, dan zie je een beetje op haar kop. Staat ze zo en dan zie je een beetje onderuit kinnen. En dat noemen ze dus het ja-knikken van de maan. De maan knikt ja. We zien een beetje aan de bovenkant, we zien een beetje aan de onderkant. Heel weinig, maar we zien een beetje. Voilà. En je kunt dat eigenlijk heel mooi zien met een klein verrekijkertje. Als je naar een Tycho kijkt. Een Tycho, kun je missen, kijk eens. Die staat hier dicht, hè, beneden. Kijk eens hoe ver dat hem hier staat. Dat is het ja-knikken van de maan. En je ziet dat. Soms staat hij zo, soms staat hij zo. Ja, knikken van de maan. Als je ja knikken hebt, ja, dan heb je ook nee knikken. En dat is eigenlijk door haar elliptische baan. Ze beschrijft een elliptische baan en ze draait altijd even snel rond haar as. Maar Kepler heeft ons geleerd dat als ze ver van de aarde is, ik overdrijf me, ver van de aarde is, dan gaat dat heel traag, komt ze dichter, woef. Zo doet dat. Maar je kunt u veronderstellen, als ze rond haar as draait, en hier gaat ze heel traag, dat ze een beetje verder draait dan normaal en dat je een beetje aan de zijkant ziet.
Hier gaan ze zoveel sneller dan dat ze ronddraait en je ziet een beetje aan de andere zijkant. Dus je kunt een beetje aan die zijkant zien, een beetje aan die zijkant. Door die elliptische baan en die verschillende snelheden. Kun je heel mooi zien. Herinner u nog de Mare Crisium, waar we mee beginnen? Kijk eens, er zijn twee foto's genomen. Hier staat die Mare Crisium knal tegen de rand. Hier staat die Mare Crisium er ver af. En dus dat is het nee-knikken en het ja-knikken van de maan. Wat maakt in totaal dat we geen 50%, maar 59% van het maanoppervlak van op de aarde kunnen zien. Nachtelijke aardrotatie, dat is ook zo plezant. Je moet maar eens opletten, dat kun je elke nacht zien eigenlijk. Je moet maar eens 's avonds kijken en 's morgens. Er gebeurt dat met de maan. Over de nacht gaat die gewoon op haar zij liggen, die maan. Dat is heel merkwaardig. Maar die maan doet niks, zeide jij. Want als je nu op de aarde staat, dan loopt het allemaal zo'n beetje schuin op die aarde. 54 graden hoog, eigenlijk loopt het dus nog een schuin. En s'avonds gaat de nacht zo in en dan zie je naar die maan. En dan, hop, de nacht, hop. En tegen 's morgens kijk jij zo naar die maan. En je denkt, potverdikke, die maan is van liggen. Nee, nee, jij zei, zo loopt je. En dat is eigenlijk het effect dat je hebt van het gaan liggen van de maan. Moet maar eens vanavond kijken en morgen vroeg kijken. Bij volle maan natuurlijk is dat iets meer. Maar zie maar naar de Mare Crisium. Je ziet die echt hoef naar beneden komen. Maan of dubbelplaneet? Ah, dat is een interessant probleem. Onze maan is toch wel ten opzichte van haar planeet een van de grootste manen van ons zonnestelsel. Er zijn er absoluut een paar grotere. Maar die aarde en die maan. De maan is 1/4 van de diameter van de aarde. Hè? Dat is niet niks, hè. Dat is een enorm grote maan. Nu, als je twee bollen... Ik zal beginnen met twee bollen die gelijk zijn. Als je twee gelijke bollen rond elkaar laat draaien, door gravitatie, dan draai je die rond hun middelpunt. Dan noemen ze het gravitatiepunt. Dan maak je de ene bol kleiner. Ja, dan schuift dat middelpunt op naar de zwaardere bol. En dan begint die kleine meer een grotere ronde te maken. En dat zie je hier bijvoorbeeld, hè. Dus het barycenter, of het zwaartepunt eigenlijk tussen die twee, het zwaartepunt, dat maakt een hele een bocht zo, rond dat punt, en dat maakt een hele grote bocht. Nu, hoe zit dat met de aarde en de maan? Wel, de diameter van de maan is 1/4 van de aarde, dus een zeer grote maan. De massa is 1/81ste, waarom? Als je gewoon de derde macht van de diameter pakt, dan ken je de verhouding van hun massa's ongeveer. Hè. De derde macht van 4 is 64, dus 1/64ste zou theoretisch het zijn, gemeten 1/81ste. Maar dat maakt dat zwaartepunt nu op 1/81ste licht hier van die bol. En dat is eigenlijk maar 2000 kilometer onder de. 2000 kilometer onder uw voeten ligt het zwaartepunt, tussen dat stelsel. Nu, wanneer spreken we van een maan? Wanneer dat het zwaartepunt binnen de planeet ligt. Als dat zwaartepunt zou opschuiven en buiten de planeet liggen, dan is het geen planeet en een maan niet meer, dan is het een dubbel planeet. Dan hebben we een dubbel systeem. Nu gaan we eens kijken. Hè. Ik heb een tekening gemaakt om dat duidelijk te maken. Voilà, als dat de maan is, dat is de aarde, hier is het zwaartepunt. Hè. Dat is ongeveer... Hè, dat is de cirkel die de maan gaat afleggen rond de aarde. Als de maan daar staat, draait de aarde rond dat punt ook. De maan staat daar, de aarde draait. De maan staat daar, de aarde draait. Zie je wat er gebeurt? Voilà. Dus die aarde die wordt eigenlijk, die wobbelt rond haar punt door de maan. Dus wij zitten te wobbelen doordat de maan rondom ons draait. Ik heb het ook visueel gevonden op internet. Voilà, hier zie je dat gebeuren. Maar het kruisje ligt nog juist binnen de aarde. Dus we kunnen nog altijd spreken van een planeet en een maan. Maar mensen, weet dat de maan 4 centimeter elk jaar opschuift. Ja, dat schuift ook op dat punt. Hè. En als je weet dat dat 2000 kilometer is, dan kun je snel uitrekenen uit het hoofd, binnen 50 miljoen jaar... Zijn we een dubbelplaneet, kunnen wij niet meer spreken van ons maan. Dus profiteer ervan. Nog slechts 50 miljoen jaar kun je van maan spreken. Dan wordt het de dubbelplaneet. Onze dubbelplaneet. Goed, maankalender. Nu, mensen hebben, sinds dat we nadenken, eigenlijk sinds de Homo sapiens, hebben wij de hemellichamen gebruikt om tijd in te delen.
En de allereerste mensen, wat deden die? Ja, die pakten het nogal gemakkelijk. Het gemakkelijkste dat je kunt doen is die zon. Hè. Elke dag komt die zon op, die gaat onder. Op één dag. Die zon komt op, gaat onder, tweede dag. En zo kun je dagen tellen. Dat was de allereerste tijdrekening. Dus gewoon dagen tellen. Natuurlijk kun je een paar dagen terug wel tellen. En je kunt een paar dagen later wel tellen. Maar ze zijn wel beperkt in je tijdsmeting. Niks anders in. Maar gewoon wat dagen tellen. Ja, eergisteren dag haalt ook nog. Dat was nu 3 of 4 dagen geleden. Dan wordt dat moeilijk. Dus het is een tamelijk beperkte ding, maar het was het eerste. De zon was het eerste. Eerste kalender in het lichaam. Eigen rotatie. Dus we hebben nog altijd ons slaapritme daaraan te wijten. Hè? Ons slaapritme wordt nog altijd bepaald door die eigen rotatie van de aarde. Dus in 24 uur, hè, dat de zon zijn opkomen en ondergaan. Dat waren de eerste maankalender. Het tweede is de maanrotatie. Waarom? Wij worden jagers. Hè? Mensen organiseren zich in groepen en we gaan jagen. Wanneer kun je het beste jagen? Ja, soms 's nachts als de dieren uit hun holen komen en naar hun drinkplaatsen gaan. Nu, ik weet niet of je dat in een echt duistere nacht gezien hebt. En als je dan diezelfde plaats bekijkt met een maan, dan is dat precies een zee van licht, hè, dat je ziet. Dus wanneer ga je jagen? Wanneer dat je iets ziet. Als dat stik donker is, ga je jagen. Dus door een duur beginnen met die maan rekening te houden. En dan zeg je, tja, bij volle maan gaan we jagen. Hè. Up, en dan begin je te tellen van volle maan naar volle maan. En dan zijn ze dan met maanden bezig. Dan hebt u uw bereik al uitgebreid. Dan kun je al zeggen, vorige maand en volgende maand, dat is al een groter tijdspanne van dag naar dag. En dus de tweede manier van kalender bijhouden, zijn de maankalenders. En we zouden dus een maankalender kunnen maken. Wat gebeurt er dan met de mensen na de periode, nadat we een paar miljoen jaar eigenlijk gejaagd hebben? Dan beginnen we ons te settelen. En dan beginnen we aan landbouw te doen. En we beginnen dieren te domesticeren. En zo. En dan is het probleem met die maankalender. Want het probleem is, al die rotaties, dat klopt nooit juist met gehele getallen. Dat is altijd komma zoveel. En dat is nooit juist deelbaar. Dus met andere woorden, als jij met een maankalender zit, schuift die elke keer wat op. Want die maan draait niet juist een aantal keren wanneer dat de aarde volledig in een jaar rond is. Met andere woorden, uw kalender is fout met de seizoenen. En als je landbouw doet, zijn de seizoenen belangrijk. Je moet weten wanneer dat lente is. Je moet weten wanneer dat herfst is. En dan gaan ze terug naar de zon. Dan gaan ze terug naar de zon en maken ze zonnekalenders. Dan over een jaar, 365 dagen, dan gaan we met jaren leren werken. Om terug eigenlijk aan de landbouw. Zo is dat geshift eigenlijk. Nu, voilà, maar we zouden gemakkelijk een maanklok kunnen maken. Hè? Eén keer rond is 28 dagen, hè, ongeveer. Maar als we kijken, de bestaande kalenders, huidige ten dagen, de islam die gebruiken nog de zuivere maankalender. Dat staat in de Koran, Mohammed heeft dat gezegd, die mannen blijven dat doen, zuivere maankalender. Met andere woorden, de Ramadan, de vaste periode, schuift 11 dagen op ten opzichte van de seizoen. Waarom? Omdat ze hebben een jaar van 12 maanden. Dat is ongeveer, hè, 12 maanden, maar ik heb u gezegd, die bewegingen, dat klopt allemaal niet juist dat het ene veelveld is van het ander, maar ongeveer. Zodat jij 12 keren 29,3 dagen hebt, dan heb jij 354 dagen, dat is 11 dagen te kort voor een jaar te hebben. Dus die mannen in de kalender schuift elk jaar 11 dagen op. Dus je kunt Ramadan vieren nu in de zomer, en binnen x aantal jaren zit dat ontvierd in de winter. Dat is het probleem met de maankalender. Christendom, die hebben een zuivere zonnekalender. Die hebben die van de Romeinen. De Romeinen had die van Egypte meegebracht, Julius Caesar en zijn Cleopatra. Brengt die een kalender mee, en zijn Cleopatra. En de Egyptenaren hadden die dan van de Babyloniërs. Dus daar komt de zonnekalender van. En dan het Jodendom. Die hebben ook een maankalender, want die komen uit dezelfde streek, hè, als die eerste. Maar die hebben die ondertussen in de geschiedenis aangepast aan de seizoenen. Dus die decalage van die 11 dagen, af en toe schuift die er een 13e maand tussen. Om dat terug in lijn te brengen met de zonnekalender. Zo marcheert de Joodse kalender. Dus dat is de mix van de twee. Nu, straffen al die Grieken, hebben ze ook straffe dingen gedaan. Hè. Meton, dat is een Griek van de 5e eeuw, voor Christus. Hè. Die neemt al door dat als hij die maanstanden opneemt en daarmee rekent,
dat eigenlijk die maandstanden terugkomen op dezelfde datum na 19 jaar. Want die mannen houden dat bij. En je zegt, voilà, om de 19 jaar valt dezelfde maandstand op dezelfde dagen en heel dat proces begint terug 19 jaar te lopen. En is dat terug op dezelfde datum. En zo om de 19. En hoe komt dat nu? Wel, simpel hè. Je pakt het kleinste gemeen veelvoud van de twee omlopen. Dus het kleinste gemeen veelvoud van een maand eigenlijk. Een maanmaand is 29,53 dagen. Een jaar, een zonnejaar, is 365 dagen. Wel, het kleinste gemeen veelvoud is 6939. En dat is dus juist 19 keren een zonnejaar en 235 keren een maanmaand. Zie je dat? En dan klopt dat terug. En dan begint eigenlijk die periode terug. En dan vieren ze Ramadan terug op hetzelfde moment als 19 jaar geleden. Dat is eigenlijk het kleinste gemeen veelvoud van die twee omlopen. En dat is het moeilijkste met tijdrekening en kalenders. Vandaar dat er echt astronomen, astrologen in de geschiedenis zich bezighielden met kalenders, de datum van Pasen bepalen. Ze moesten echt, dat was moeilijk. Omdat dat dan ook komma zoveel is, 365,242 enzovoort. En het andere is 29,53 enzovoort. En die 29 is dan niet deelbaar door die 365. Dat is een gesukkel, men kan niet meer. Hè. Kalenders is een van de complexste dingen die er eigenlijk zijn. En de mensen hebben dat toch wel bemeesterd, de vroege cultuur. Zonsverduistering, och ja, daar moet ik niet lang bij stilstaan. Hè. Dat is juist als de maan tussen de twee staat. En we weten nu dat dat wel een beetje uniek is. Hè. Waarom? Omdat die geëclipseerde banen hebben. Hè. Maar belangrijk vind ik toch wel persoonlijk dat als je een schone wilt geschilderd zien, dan moet je naar de kathedraal in Antwerpen gaan. Pieter Paul Rupt. Schildert in 1610, schildert hem dat ze. Zie je, een prachtige zonsverduistering. De eerste in de geschiedenis die correct geschilderd is. En waarom is dat? Wel, omdat Pieter Paul Rubens een zonsverduistering gezien heeft. Hij zit op dat moment in Mantua. Ik weet niet of je Italië een beetje kent, maar Mantua ligt juist naast Padua. Wie zit er in Padua als professor? Galileo Galilei. Hoe verdient die mensen een kost? Bij overal aan al die hertogen en die vorstendommen te gaan uitleggen wat er aan de hemel te zien is. En zeker zo'n zonsverduistering. Oh ja, dan kun je gaan denken, die rollen allemaal. Moet ik nu trouwen? Moet ik nu naar de oorlog gaan? Die mannen waren met astrologie bezig en Galileo voor Casa Casa en allemaal. En die is dus in het Hof van Mantua geweest waar de jonge Rubens zit. En ik zeg, joh, er is iets op komst hè, en je moet zeker zien. En Rubens heeft dat geobserveerd. Hè. En hij schildert een perfecte, je kunt zien, de kruisoprichting in de kathedraal bij ons. En we hebben nog zo'n primeurs, hè? Van de maan gesproken, voor de Bruggelingen onder u, Van Eyck. Onze Van Eyck in 1430 schildert de eerste perfecte maan met al de mares erop. Dus die mens heeft in 1430, de telescoop stond nog niet, hè? Kom maar 1609. En dat kunt je zien, moet je ietsje verder gaan, de Metropolitan in New York hangt daar. Op zijn crucifixion van, hij heeft hem al drie keren zo gezien, maar dat is het mooiste. Dat is echt geobserveerd door Van Eyck, 1430. Die man observeerde ongelooflijk. Voilà, toch wel een beetje primeur dat wij als Vlamingen hebben. Maansverduistering. Ja, dat is dan het omgekeerde, hè. Dat is als erachter zit, hè. En ze gaat dus, en als je dus de schaduwen trekt, zo, dan zie je dat er eerst een slagschaduw is, penumbra, een dubbele schaduw in een echte umbra en dan een penumbra. Want dat staat dan altijd in de gazetten, hè. Het wordt een bloedmaan. En dat ziet er dan zo uit. Waarom wordt die maan nu rood? En je kon het in januari, kon je het hier nog mooi zien, je hebt het hier mooi van de parking gezien, zou het echt perfect rood worden en terug op. Nu, waarom wordt die rood? Wel, dat is eigenlijk relatief simpel ook weer. De zon stuurt wit licht uit. Als dat hier gaat, ja, gaat dat wit licht gewoon eruit. Als dat hier is, ja, dan is het dag. Dat is niet erg. Maar als die stralen hier komen, en die komen door de atmosfeer, gebeurt er iets. Licht, dat een samenstelling is van alle golflengten, als dat door een medium gaat, spreiden die golflengten zich open en krijg je dus diffractie. Het blauwe breekt meer dan het rode. Met andere woorden, dat blauw, dat buigt af naar de aarde, dat rood gaat door.
En dat rood wordt ook wel een beetje afgebogen, maar minder dan blauw. En dat rood schijnt op de maan. En daarom wordt de maan rood als ze door de schaduw van de aarde komt, door de gebroken lichtstraal. Het is trouwens daarom dat onze hemel blauw ziet ook. Hè? Als je naar boven kijkt, dat zie je blauw. Dat is het gedifracteerde licht. Hè? Als je later naar de maan gaat, dat is zwart. Hè? Dat heeft geen atmosfeer, dus je hebt geen blauw lucht ook niet. De lucht ziet blauw, juist door dat fenomeen. Tijdenwerking, aarde diameter 12.000 kilometer, meer aantrekking aan de maanzijde, ik ga direct een tekeningetje maken, daardoor aantrekking op het zwaartepunt van de aarde vallen. Kijk, wat zegt dat tekstje nu? Je hebt hier de maan en hier de aarde. De aarde is water. Als de maan hier staat, dit water staat dichter bij de maan dan de aarde, dus dat wordt sterk aangetrokken. De aarde staat een beetje verder, die wordt iets zwakker aangetrokken. Dat water staat nog verder. Dan wordt dus zwakker aangetrokken dan de aarde. Met andere woorden, de aarde schuift op in dat water. En je krijgt dus twee keren vloed en twee keren eb per dag. Door de wrijvingskracht verliest de aarde energie en gaat ze trager draaien. Nu, het probleem is, dat water, dat is niet op een nik en een gauw, staat daar recht, dat heeft een tijd nodig. Met andere woorden, daar gaat een zekere tijd over voordat het water op zijn hoogtepunt is. Ondertussen is die aarde al verder gedraaid. Nu gaat deze massa op die maan een kracht uitoefenen en dat gaat maken dat de maan energie van de aarde krijgt. Die wordt vooruitgestuurd door de aantrekking van dat water. En daarom gaat die op een verdere baan zitten, 4 centimeter per jaar. Dat is de reden, door de traagheid van de aarde. De aarde gaat ook trager beginnen draaien, want die moet tegen dat water indraaien. Dus die gaat trager en trager beginnen draaien en de maan gaat verder en verder van ons vanaf. Dat is de getijdenwerking. Nu gaan we eens kijken waar de maan allemaal een rol speelt zo in ons cultuurleven. Hè. En de mensheid hebben het altijd, zowel in de mythologie, religies en zo, ik ga even door. De mythologie, we hebben Diana bij de Grieken, we hebben Thoth bij de Egyptenaren, Astarte bij de Mesopotamiërs. Allemaal maangodinnen. Elke cultuur die een religie heeft, en dat is allemaal de primitieve culturen, hebben een maangodin. Ze heet het allemaal anders. Religies, juist van hetzelfde. Maria Onbevlekt Ontvangen, ze staat op de maansikkel. Moet maar eens kijken, in de straten van Antwerpen, ga kijken. Maria Immaculata, die verbeelding vanuit de barok, staat altijd op de maansikkeltje. Dat is nog een overblijfsel van die maangodinnencultus. De wassende maan. Wassende maan, kijk maar eens op sterren. Dat noemen ze de wassende maan. Maar eigenlijk is dat verkeerd. Ik zou eens een brief moeten schrijven, of Uranus zou eens een brief moeten schrijven, als een markt vraagt, een brief schrijft maar al die ambassades. Een wassende maan staat met jouw punten naar daar. Hè. Een wassende maan, een maan die vanuit lege maan begint te groeien, die staat met jouw punten naar daar. Dat is een afzwakkende maan. Dus crescent moon, zeggen ze altijd. Maar dat is geen crescent moon. Dat is een decrescent moon. De Indiërs hebben de maan godin Chandra, de Chinezen Shange, met haar konijntje. Zie je dat konijntje? De Chinezen zien in die Maris een konijntje. Oké. En daarom heeft Shange altijd haar konijntje bij. Trouwens, als je naar de uitzendingen hebt gekeken, ze zijn achtereen geland, een tijdje geleden geland op de achterzijde van de maan, hè, de Chinezen. Hoe heette dat wagentje? Shange, naar hun maan gediend. Wat stond er op dat wagentje? Een konijntje. Moet maar eens goed kijken. En dan de Indiërs, Chandra, ah ja. Dat is neergestort, hè. Die mannen, maar die hadden ook een wagentje en dat heette ook Chandriaan, van Chandra, hun man. Mensen die in New Age doen, hè, het yin en het yang, het mannelijke, de zon en het vrouwelijke, het sierlijke, de maan. Science fiction, Plutarchus schrijft al science fiction verhalen over de maan. Dus Janus in de eerste eeuw na Christus schrijft al verhalen. Kepler heeft Somnium geschreven, een droom dat hem naar de maan gaat. Waarom van Münchhausen verder? Heeft altijd de mensen geïnspireerd. Maanreizen zijn zo oud als de straat. De science fiction om naar de maan te reizen is zo oud als de straat. In de astrologie speelt de maan ook een belangrijke rol. Hij is heerser in kreeft en drukt de diepste persoonlijke behoeften uit en het onderbewuste. Ik ga het hierbij laten. Ik ga het niet dieper. Alchemie komt de maan ook voor. Zilver. Het element zilver wordt voorgesteld door een maansikkeltje. En zilver, het maan zilverachtig ziet. Alchemie. Culinair, een croissant. Croissant, dat is wat. Ja, en met croissant denken de meeste mensen, dat komt uit Frankrijk. Mis.
De croissant komt uit Wenen. Uit Wenen. Het is namelijk 1683. Er liggen 300.000 Turken voor Wenen. Maandenlang bezetten ze de stad, belegeren ze de stad. Uiteindelijk komt er een bevrijdingsleger, eind goed, al goed. En er komt een bakker op het idee om deeg op te rollen en daar zo'n half maandje, omdat die Turken hadden zo'n half maand in de wacht. Die maakt zo'n half maandje. En dat is dus de croissant geworden. Zeer populair in Wenen. Hoe geraakt dat dan in Frankrijk? Ja. Marie Antoinette, dat was de dochter van de Maria Theresia, van de keizerin. Die trouwt dan met Lodewijk XVI, had ze beter niet gedaan. Dat zou ik ook nog houden. En die brengt de croissant mee van Wenen naar Parijs. Hè. En daarom wordt die croissant populair in Parijs. Nu, pas op bij mensen, als je een croissant eet, moeten zorgen dat die puntjes van die croissant naar daar staan. Hè. En je moet zo bijten. Hè. Als je zo bijt met de puntjes naar daar, is het geen croissant. Hè. Dan is het een dessin of een décroissant. Leer toch nuttige dingen bij je raad. Hè. En aan de Chinezen met mooncakes. Hè. De biologie. Ah, is er nu een verband tussen de vrouwelijke menstruatiecyclus en de maancyclus? Hè? Grote vraag die veel mensen stellen. Er zijn een heel hoop auteurs en die beweren van wel, want die zeggen het is logisch, we komen uit de zee is eb en vloed, dat is de maan. We zijn uit de zee uitgekropen, ja, maar die cyclussen, dat hebben we meegenomen, dat zit nog altijd ingebakken in ons en zo. Nu, de meeste moderne schrijvers zeggen nee, er is geen verband en waarom niet? Wel, moest het zo zijn dat de maancyclus verband houdt met de menstruatiecyclus, zouden alle dames op hetzelfde moment moeten menstrueren. Nu, ik heb eens aan al mijn vriendinnen gevraagd en het is absoluut niet, oh, we kunnen het een test doen, hè. Allee, dames, steek al een handje. Allee, ik ga het doen. Nu, dat is een eerste reden. Dus niet samen menstrueren. Tweede reden is, ja, moest dat zo zijn, dan zouden alle vrouwelijke zoogdieren ook hetzelfde cyclus hebben en op hetzelfde moment. Nu, ik heb dat eens opgezocht. Schapen, dat is 11 dagen. Chimpansees is 37 dagen. Konijn is 4 dagen. Nonont is 60 dagen. Maar dames, je bent in goed gezelschap. Ook de buidelrat heeft 28 dagen. Voilà. Dat in verband met de menstruatiecyclus en de biologie. Taal lunatic in het Engels. Hè. Een beetje, dus pas op, kijk niet te lang naar de maan wordt geworden. Lunatic. Hè. Word, lunatic betekent gek. Hè. Engelsen denken dat je gek wordt als je lang naar de maan. En dat bijgeloof komt dan ook voor, hè, de weerwolf. Hè. Je moet dat zien, maar strak om 12 uur, dus om 10 uur, binnen 2 uur zo, dan zie je van een aantal mensen zo die vingers langer worden, en krampen en zo, dan begint de haar te groeien, ook van boven, dan begint het te huilen en zo. Dat is een weerwolf. Dat is een weerwolf in 2 uur. Wat is volle maan? Hè? Voilà, mensen. Ah ja, dan nog iets. Het is een klein persoonlijk verhaal. Dat moet je mee afsluiten, een persoonlijk verhaal. Vorige zomer van Antwerpen stond ik aan de kade. Met de kijkers, hè, maken we reclame voor Urania en zo. Dan komen de mensen zien, leggen het uit. Er staat zo'n rij. En in die rij staat er een moslim. En die komt dan en die kijkt. Oh, wat zie ik meneer? Oh, u ziet de kratertjes en u ziet de zeeën en zo. Hè. Draait zijn eigen om zich. Meneer, zie ik de split? Hé, u ziet de kratertjes. Ja, die mens totaal ontgoocheld gaat weg, interesseert. Dan denk je, oh, dat moet dan zeker of zoiets, hè. Dan doet die misschien soms zo. Maar dan zo'n half uur later, een moslim, Amir, wat zie ik? Oh, de kratertje, dan zie je. Die draait zijn eigen om. Die zegt, meneer, zie ik de split? Zijn het tweede. Dus ik naar huis, s'nachts, direct Google, internet, split op de maan. En ja. De Koran, Al-Kamar, het boek Al-Kamar. Al-Kamar in het Arabisch, en dat ziet er zo uit voor zij die Arabisch vlotjes lezen. Al-Kamar betekent de maan. En dat is een boek in de Koran. En vers 1 zegt, het uur nadert en de maan is gespleten. En inderdaad, het verhaal gaat, Mohammed is in Medina en je raakt niet aan de bak, ze geloven niet. Hij vraagt dan aan Allah, kun jij zoiets niks doen? Dat is maar hier geloven, want dat pakt hier niet. Allah zegt, geen enkel probleem, joh. Ik zal de maan even splijten en ze terug omheen plakken. En inderdaad, de maan splijt, zegt de Koran, dat je de berg ertussen ziet en daarna komt ze terug omheen. En dat gaat op het einde der tijden ook nog gebeuren. Dus die mannen willen allemaal weten of de maan is gespleten of niet. Nu,
Aan de voorkant zie je dus geen enkel spleet van de maan. En 2 jaar geleden, kun je ook allemaal op internet lezen, is er een grote conferentie van die mans geweest. En die hebben dat bestudeerd. En ze zeggen, ja, het is simpel, hè? Het is allemaal aan de achterkant van de maan. Maar dan zijn er een hoop mensen die zeggen, jammer. De NASA heeft dat elke vierkante centimeter al gefotografeerd, hè? En er is geen spleet. Jammer, zeg ik. De NASA, dat is een christelijke instelling. Die hebben die spleet goed gezien. Maar dat zit in die geheime kluizen van de NASA, daar zit die spleet. En zo kunnen we er blijven over voortborduren. Maar voilà, ik heb een tekening gevonden, zie je, de maan gespleten zijn en voilà, een afbeelding. De spleet van de profeet. En dan hier heb je een beetje rillen wel, hè? Je hebt wel een beetje schuiven. En daar wordt dan even over gediscuteerd of dat een spleet is van de profeet. Maanlandingen kunnen we kort overgaan, hè? Dat hebben we met Koen Geukens in doorgenomen. De eerste voetafdruk, dat niet de eerste voetafdruk is, maar de 27e, dat verhaaltje kent je allemaal. Totaal mannen op de maan 12 van een Amerikaan. De laatste in 1972, Eugene Cernan. Chang'e, hè, China, 2018, vooral hier in de Chang'e. En dan, we hebben toch wel ook weer een primeur, zeker als kunstenaar. De Fallen Astronaut, het beeldje van Paul van Hooijdonk, de Vlaming. Het enige kunstwerk op de maan is van de Vlaming. Meegebracht met Apollo 15, ter herinnering van de gesneuvelde astronauten. Maanlanders, ja, meer en meer gaan er landen naar de maan, totaal gewicht aan maanstenen, en we hebben ook een beetje 400 kilogram, voilà, hier zie iedereen. En wat als we geen maan zouden hebben? Voor af te sluiten, ten eerste, de dagen zouden nog altijd 240 uur duren, 10 dagen, zoals in het begin. De draaiing van de aarde zou niet veranderd zijn als die Theia er niet was opgebotst. We zouden bijna geen eb en vloed meer hebben. Alleen de zon zou een beetje eb en vloed hebben. Maar dan is de vraag, zouden we dan aan land gekomen zijn als leven? Of zouden we nog hoogstwaarschijnlijk in de zee? Want het is door eb en vloed dat je zo een grote overgangszone krijgt, dat dieren die in het water leven een beetje kunnen gewennen aan het land worden en dan langzaam op het land kruipen. Misschien waren we in de zee gebleven toen. De draaias zou veel meer bewegen, de maan stabiliseert die tolbeweging van de aarde. En we zouden enorme klimaatsverstoringen krijgen, want die draaias zou dikwijls stollen. En dan, als het dan de ene keer zomer is, dan daarna wordt dan een ijswinter. En een paar maanden later, als die terugtolt, zou dat weer een eten. Alleen het zou een totaal onstabiel klimaat zijn. Dankzij de maan hebben wij een stabiel klimaat, draait die een tol van de aarde stabiel. De aarde zou dus minder ijzer bevatten, dat weten we nu waarom, hè? Want als Theia er niet geweest was, dan hadden we gewoon alleen ons eigen ijzer. Dat betekent een zwakker magnetisch veld, het is het magnetisch veld dat ons in leven houdt, dat ons beschermt tegen straling. Zwakker magnetisch veld, meer stralingsschade, misschien minder leven. De aardkern zou veel verder afgekoeld zijn, want er was niet gebotst met Theia, en dus weer een zwakker magnetisch veld. Want als de aarde helemaal gestold is, mensen, is er geen magnetisch veld meer. Als dat ijzer niet draait daar van binnen anders dan de rest, hebben we een zwak magnetisch veld. Geen opstap voor ruimtereizen, want we gaan eerst leren leven op de maan voordat we uit het zonnestelsel gaan geraken. En dat was het zo een beetje. Voilà, tenzij er nog vragen zijn. Dat was het. Dank u wel.